Voorzitter, dank u wel. Het eerlijke verhaal deze keer is dat ik in de voorbereiding van de algemene beschouwingen de beschouwingen van juni van de VVD terugkeek. En moest concluderen dat het begin van mijn verhaal vrijwel identiek kan zijn. Zoals u wellicht weet is de titel van ons verkiezingsprogramma Zaanse Trots. Wij als VVD'ers, en gelukkig heel veel andere partijen in de zaal hebben het ook gelezen, zijn trots op onze stad. Wij zijn trots op de mensen in deze zaal. Wij zijn trots op de ondernemers in de stad. En zo kan ik ook nog wel even doorgaan waar we allemaal trots op zijn. Maar toen ik de begroting zag die ons voor ligt momenteel, moet ik eerlijk zeggen dat wij daar niet zo heel trots op waren. Wij kijken tegen een niet sluitende meerjarenbegroting aan. We gaan als stad dus meer geld uitgeven dan dat we hebben in de jaren 2026 en 2027. Daar baalt de VVD van en is iets wat we liever niet hadden gezien. Bij de aanbieding van deze begroting zei de wethouder Financiën dat het college enkele bezuinigingen niet heeft willen doorvoeren, omdat het college wil blijven investeren in onze gemeente en ook de mensen in deze gemeente. Wat hiermee speelt is dat het ons vrijwel elk jaar niet lukt om het geld op te maken door bijvoorbeeld de blijvende tekorten aan collega's hier binnen dit huis. Dit college durft keuzes te maken voor de toekomst. En hier zitten ook maatregelen bij die misschien een beetje vervelend zijn, maar wel noodzakelijk om te voorkomen dat de financiële problemen alleen maar groter worden. Soms moet je ruimte geven en soms moet je grenzen stellen. Voor de VVD is het belangrijk dat tekorten worden aangepakt door minder uit te geven. Nadrukkelijk niet door de belastingen te verhogen. Als wij kijken naar de begroting die nu voor ligt, dan zien wij dat wij te maken hebben met een indexatie van de OZB. De afvalstoffen blijven gelijk en de rioolheffing laat een duidelijke sprong zien. De kosten voor de inwoners van Zaanstad stijgen. Dat is zeker het eerlijke verhaal. Maar wanneer wij deze wegzetten tegen de stijgingen in de gemeentes om ons heen, of de inflatie waar vele bedrijven ons mee om de oren gooien, dan zien wij dat de pijn gelukkig minimaal is gebleven. En daar zijn we dan wel een klein beetje trots op. Dan willen we even meenemen in enkele punten waarbij onze mondhoeken omhoog gingen. Het plan Maak Zaanstad, waar de VVD één van de founding fathers van is, begint voor steeds meer inwoners zichtbaarder te worden. Bouwkranen bepalen de skyline van Zaanstad. Dit is iets wat wij ook de komende jaren steeds meer hopen te zien in de randen van onze gemeente. Veel kleine en grote Zaanse bedrijven zijn op eigen initiatief al druk bezig met verduurzamen. Dat vinden wij heel goed en daar zijn wij trots op. De uitvoering van de economische visie gaat starten. Dat was iets waar zeker mijn eigen mondhoeken flink van omhoog gingen. Een goed draaiende economie zorgt namelijk voor de nodige financiële middelen waarmee we de maatschappelijke doelen die we hebben in deze stad kunnen gaan bereiken. Zoals ook bepleit bij de behandeling van de voorjaarsnota snappen wij dat niet de hele visie direct doorgevoerd kan worden. Maar we zijn blij te lezen dat er wel een stap gemaakt gaat worden om het onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten. Hier ligt namelijk de toekomst voor een sterkere economie in Zaanstad. Maar het is natuurlijk niet alleen maar Hosanna. Ik zei het net al. Wij zien als VVD ook zorgenpunten waarbij onze mondhoeken niet meteen omhoog gingen. De gemeente groeit en dit zorgt ervoor dat het college komend jaar weer 15 miljoen extra beschikbaar stelt voor jeugd, WMO en armoedebestrijding. De vraag die wij ons als VVD dan meteen stellen, krijgen wij dit jaar dat geld wel op? Of gaat het college ons wederom weer een onderuitputting op dit domein presenteren? Maar gelukkig zien we dat door deze groei, waar ik net al even aan refereerde, ook extra geld beschikbaar gemaakt wordt voor handhaving. En specifiek hier wil ik alvast een aankondiging doen dat er een agenda-initiatief komt van de VVD om de jeugdcriminaliteit in Zaanstad aan te pakken. De uitwerking van de infrastructuurplannen duurt veel te lang. Andere partijen hebben dat ook al genoemd vandaag. Het verkeer loopt in Zaanstad steeds meer vast en alle mobiliteitsbewegingen zullen alleen maar toenemen zolang onze gemeente blijft groeien. Elke dinsdag en elke donderdag fiets ik weer langs de provinciale weg en dan zie ik daar dat er alleen maar files staan. Dat moet snel opgelost worden en de oplossing is de A8 A9. Ik zal het hier nog een keertje noemen. De files rond de Westerwatering zijn ook makkelijk op te lossen. Een derde ontsluiting of die busbrug eindelijk eens een keertje open knallen. De VVD zal hierop blijven hameren en de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. Het is wederom goed dat het college juist in deze onzekere tijden verantwoordelijkheid durft te nemen voor ons deel van het probleem 2026. Het college is conform de denklijnen ook scherper aan de wind gaan varen. Met deze niet sluitende begroting geven wij samen met andere gemeentes een duidelijk signaal af in Den Haag. Wij roepen vanaf deze plek het college op om hier ook mee door te blijven gaan. Die harde lobby moet gehoord worden daar. Meer taken is meer knaken. We hebben het met z'n allen al vaker gezegd. Ook onverwacht zullen wij dit jaar weer geld moeten gaan uitgeven aan een verkiezing.
De mensen in onze stad hebben 22 november weer de mogelijkheid om te kiezen voor een partij die de problemen alleen maar verschuift blijft schuiven en blijft geloven in gratis geld en het boek van Rupsje nooit genoeg misschien iets te vaak heeft gelezen. Of te kiezen voor een partij die wel verantwoordelijkheid durft te nemen en de problemen van nu en in de toekomst wil oplossen. Een partij die zich realiseert wat nodig is in Nederland. Een overheid die jou niet vertelt hoe jij je leven moet inrichten, maar gelooft in de kracht van het individu. Een overheid, en wij als lokale politici zijn hier ook onderdeel van, die mensen niet klein houdt, maar hen juist laat groeien. En trots laat zijn op hun prestaties. Een land dat ruimte geeft en ook tegelijkertijd grenzen stelt. Er zijn heel veel reacties. Dat betekent dat we allemaal kort op elkaar reageren. Alsjeblieft, de heer Van Haastert.